Samang Kang. Oh, malam-malam kan hujan, terus-terusan. Sampah enggak penuh saya tuh. According to him, the water quality is better right now. Than usual. Yeah, than usual. So, how does he see it? Usually they use a mask to protect the because the smell is not very good. Yeah. But now De Bandung Basin ligt in Indonesië, aan de westkant van het eiland Java. Door de basin stroomt een 80 kilometer lange rivier, de Citarum, die uitmondt in het Saguling Reservoir. In het noordwesten ligt Bandung, een stad met miljoenen mensen. In deze video volgen we de rivier om te zien waar de vervuiling precies vandaan komt. Onze tocht begint helemaal bovenstrooms, in Situ Cisanti, de bron van de Citarum. Deze man bewaakt de toegang tot de bron. Zijn wens is dat de hele rivier net zo schoon wordt als hier. Het water verzamelt zich in een klein stuwmeer en begint dan aan de tocht omlaag. Nog geen kilometer van de bron van de Citarum vinden we de eerste sporen van vervuiling. Er zijn hier veel boeren die een aantal koeien hebben voor melkproductie. De mest wordt direct in de rivier geloosd. De beekjes worden letterlijk door de stallen geleid en de boeren spuiten de uitwerpselen erin met een soort tuinslang. De meeste stallen zijn klein, maar aan deze melkfabriek kun je zien dat het er bij elkaar heel wat moeten zijn. Soms vinden we ook een grotere stal. De waterkwaliteitsdata laat zien dat de mest leidt tot onacceptabel hoge concentraties nitraat, ammoniak en bacteriën. Verder vinden we boven strooms vooral heel veel landbouw. So this is ladang in Bahasa, which is dry crops, and people put some dry crops like corns or vegetables over here. Veel kunstmest en pesticiden komen uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater. Vooral omdat gewassen verbouwd worden op veel te steile hellingen. De laatste stukjes bos worden verdreven door illegale landbouw. De Bandung Basin is enorm overbevolkt en voor lang niet iedereen is er een baan. De theeplantages zien er fantastisch uit, maar waarschijnlijk worden ook hier veel te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit heeft alles te maken met onkunde van de boeren. They use this for tea and tomato. 3000. One spoon for 17 liter. De waterkwaliteit in de eerste 28 kilometer van de Citarum wordt dus vooral bepaald door landbouw en veeteelt. Nu bereikt de Citarum een industriestadje, Majalaya. Majalaya ligt in het vlakke deel van de Bandung Basin, waar veel rijst verbouwd wordt. In de stad vinden we een vreemde combinatie van drie typen landgebruik: rijstvelden, woningen en textielfabrieken. Op satellietbeelden is goed te zien dat de fabrieken midden tussen de huizen en rijstvelden instaan. De textielfabrieken geven het rivierwater alle kleuren van de regenboog. So you are going to show me the pipe? Yes. Op honderden plaatsen wordt sterk vervuild water direct in de rivier geloosd. Wij willen wel eens weten wat er nou precies in zo'n fabriek gebeurt. Met grote verfmachines wordt het textiel in een bepaalde kleur gespoten. Hiervoor zijn veel verfstoffen en andere chemicaliën nodig. Al die stoffen worden gemengd met het water. Uiteraard heeft deze fabriek een waterzuiveringsinstallatie, maar eigenlijk weet niemand hoe die precies werkt. Wat we wel weten is dat het afvoerwater nog steeds blauw is. De bevolking van Majalaya heeft op allerlei manieren last van het vervuilde water. Ze zijn er bijvoorbeeld van afhankelijk voor het irrigeren van hun rijstvelden.
Daarnaast hebben ze op allerlei manieren direct contact met het water. Dit is vooral schadelijk door de hoge concentraties zware metalen. We doen veel onderzoek om de relatie tussen waterkwaliteit en volksgezondheid te verduidelijken. En daarbij werken we natuurlijk nauw samen met de lokale bevolking, omdat die de situatie in het veld het beste kent. You see also the day-night pattern in the concrete. We geven ook training aan een lokale NGO. This is cold water. The temperature is the red line. But not so high as here, for it is diluted. Yeah, for it mix. Maar het is niet eerlijk om de industrie overal de schuld van te geven. De bewoners van de Bandung Basin dragen zelf ook in grote mate bij aan de vervuiling. There is a huge amount of trash over here. It consists of woods, plastics and other things. These people don't know where they have to throw their garbage because the government doesn't provide the disposal system, so we cannot 100% blame them for this kind of mistakes. We meten hoge concentraties BOD, COD en zink, afkomstig van industrie en huishoudens. Nu gaan we naar Dayakolot, waar veel overstromingen plaatsvinden. This is the last flood event in December 2014. Deze waterzuiveringsinstallatie is op een laag punt gebouwd. Door overstromingen is hij zwaar beschadigd en ligt het zuiveringsproces regelmatig stil. Tijdens een overstroming kan er natuurlijk niet gezuiverd worden, maar de industrie gaat wel door met het leveren van afvalwater. Because of a lot of things, sometimes they still discharge the wastewater. And that will enter in the river immediately. Entering the river immediately. Maar zelfs als de installatie wel werkt, lijkt het water dat de rivier instroomt niet erg schoon. De Citarum stroomt nu ten zuiden van Bandung. Een aantal zijrivieren brengen grote hoeveelheden afval en rioolwater mee. De rivier is inmiddels in vrijwel alle opzichten ernstig vervuild. We eindigen onze reis in Nanjung, waar het Citarum het Sakhalin reservoir instroomt. Hier kunnen we nog één keer zien hoe groot de ecologische ramp is die zich in de Bandung Basin voltrekt.